De nieuwe dienstregeling voor het busvervoer van Arriva is gisterochtend ingegaan. Vanaf zondag rijden er op sommige lijnen meer bussen en sluiten de vertrektijden van andere lijnen beter aan op de NS-treinen. Verder rijden er vanaf vandaag nieuwe citybussen van Haren naar Groningen. Deze citybussen rijden elke 10 minuten en worden ingezet om Forenzen uit de auto te lokken. De automobilisten kunnen tegen speciaal tarief vanaf het nog niet voltoerde transferium in Haren langs de spits naar de stad reizen. Ouders zijn zich vaak niet bewust van het overgewicht van hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG. Slechts 2,5% van de ondervraagde ouders vond hun eigen kind te dik, terwijl het aantal te zware kinderen in werkelijkheid veel groter is. Volgens het UMCG is de uitkomst van het onderzoek zorgwekkend. Kinderen met overgewicht krijgen nu niet de hulp die ze nodig hebben en lopen later grote gezondheidsrisico's. Hansevast Capitals heeft de basketbaltopper in de Eredivisie tegen Den Bos met ruime cijfers gewonnen. De Groningers waren zaterdagavond in Martini Plaza met 92-76 heer en meester. Uitblinker Pavel Englitski werd topscorer bij de Groningse ploeg met 21 punten. Capitals is door de overwinning gestegen naar de derde plaats met 22 punten uit 17 wedstrijden.